voorstelling gaat over een koffertje. Het koffertje van Ida Vos. Ida Vos, dat is de Rijswijkse schrijfster, maar ook nog mijn moeder. In het koffertje zitten heel veel spullen die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Persoonlijke spullen ook, van mijn moeder. En die gebruik ik weer om aan de kinderen te laten zien wat het verhaal was. Maar het is niet een groot, dramatisch verhaal, maar ik hou het juist heel erg klein. Het gaat over speelplein, over groepjes, over vrienden, over mensen buitensluiten. Gevoelens die kinderen meteen begrijpen en ook zullen herkennen. Kinderen, jullie staan op het schoolplein en er komt opeens dat ene andere kind komt bij je staan of wil bij je staan, wil met je spelen. En jullie denken van, nou, jij hoort er niet bij, daar heb ik niet zo'n zin in. Wat voor reden dan ook. Jij hoort niet bij mijn groepje, jij hoort er niet bij. Hier moest mijn familie mee rondlopen. Ik laat deze foto zien aan jullie, omdat van de 35 kinderen die op deze foto staan, hebben 4 kinderen de Tweede Wereldoorlog overleefd. Dus van de 35 kinderen op de foto hebben 4 kinderen hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd, waaronder gelukkig mijn moeder Ida Vos. En het blijkt ook achteraf in de vragen die ze aan me stellen, dat ze het heel goed begrijpen en ook dat ze erover door gaan denken. En wat ik natuurlijk ook heel leuk vind, is dat ze zo gaandeweg de voorstelling heel veel muziek ook meekrijgen, zonder dat het, zeg maar, officieel een muziekvoorstelling is. Voorstelling heb ik zelf gemaakt, maar ik maak ook gebruik van dingen die mijn moeder vroeger ook al deed met kinderen. Zij heeft vroeger ook heel veel met kinderen gewerkt. En ik maak ook gebruik van haar eigen werk, natuurlijk haar boeken, Wie niet weg is wordt gezien met name. Hier, zegt meneer Stichter, hier heb je het brood dat ik heb meegenomen om in de pauze op te eten. Ga jij maar naar buiten en geef het aan de eendjes. Ga tellen hoeveel eendjes er in de sloot zwemmen. Kinderen van 13 jaar moeten eendjes tellen. En geen dode mensen. Ik vond muziek mooist. Ik heb respect voor Pep dat hij dit verhaal durft te vertellen.